Een goed initiatief. Onderdak aanbieden voor vluchtelingen in Apeldoorn. Maar het COA steekt er een stokje voor. Welkom bij Uitgelicht. Een vriendengroep uit Apeldoorn staat al ruim een half jaar vluchtelingen bij. Maar nu zijn ze boos op het COA die zonder pardon de vluchtelingen overplaatst naar bijna de andere kant van het land. Bij mij in de studio zit Martijn Ros, die dus een van de van die vriendengroep is. Ja, boos op het COA, want wat hebben ze gedaan? Ja, de vijf jongens kregen deze week te horen dat ze worden overgeplaatst naar andere kampen. Vier van de vijf vrienden zijn nu in Os aangekomen. En één wacht nog op een nieuwe locatie. Ja, en even terug naar het begin. Hoe zijn jullie in contact gekomen met deze jongens? Ja, dat is eigenlijk via de kerk gebeurd. Zij zijn sinds hun komst hier in Apeldoorn zijn ze ook in de basis terechtgekomen. En doen daar ook vrijwilligerswerk. Ja, de basis is een kerk in Apeldoorn. Is de kerk in Apeldoorn. En eigenlijk via de kerk hebben we elkaar leren kennen. Ja, want het zijn christenen? Het zijn christenen, ja. En ze zijn Iran ontvlucht. Juist vanwege dat ze in Iran geen christen kunnen zijn. Ja. Het zijn ex-moslims. En ze hebben moeten vluchten eigenlijk voor de politie. Ja, en jullie hebben al ruim een half jaar contact met ze. Mm-hmm. Wat houdt dat contact in? Hoe vaak gaan jullie langs? Wat doen jullie met ze? Ja, de nood in het opvangkamp is gewoon heel erg hoog. Dat zie je als je daar komt. Dus ja, we hebben eigenlijk heel erg de behoefte gekregen, een aantal mensen, om die jongens af en toe eens even te ontvangen thuis. Gewoon voor een maaltijd of even een kop koffie. We bezoeken het kamp ook regelmatig. Of tenminste, dat deden we. Ja. En zo is dat contact eigenlijk ontstaan. Ja, dus langskomen voor een bakje koffie, eten, andere gezellige dingen doen. Ja, spelletjes en doen. Onze kinderen die doen graag met z'n kaart of spelletjes. Onze dochter is 2 of 3, of die is 2 jaar en die vindt het gewoon heerlijk om met die jongens ook te praten. En ze mogen dus gewoon het vluchtelingenkamp af en mogen bij jullie op bezoek komen. Dat is allemaal geen probleem. Ja, en wij kunnen ook het kamp op als we ons legitimeren. Dan kunnen we in de recreatieruimte met elkaar praten. Ja, ja. Maar nu worden ze dus overgeplaatst naar Os. Waarom worden ze overgeplaatst? Het tentenkamp hier in Apeldoorn is een noodopvanglocatie. Ja. En die sluit deze week. Dat is altijd bekend geweest dat er een einddatum aan zat. Ja, het zou maar ruim een half jaar staan, hè? Ja. Ja. En we hebben dat zien aankomen. Dus we hebben een brief gestuurd ook naar het COA. Van luister, situatie uitgelegd. Dat er een vriendenband is ontstaan. En dat die jongens hier zich echt aan het al eigenlijk begonnen zijn met hun inburgering. En we hebben ze ook uitgelegd van probeer ze ook te plaatsen. Hè, als ze uit dat tentenkamp weg moeten, probeer ze te plaatsen in bijvoorbeeld Schalkhaar hier in Deventer vlakbij. Of op een andere locatie in de buurt van Apeldoorn, zodat het contact kan blijven bestaan. Ja, en dat zou je zeggen, dat is goed voor de inburgering, voor hun contacten hier zo. Ja, dat is ook iets wat COA als landelijke organisatie aanmoedigt. Hè. We hebben ook vanuit COA Rijswijk de bevestiging gekregen dat het heel fijn is als er plaatsen, ook logeeradressen bij burgers zijn. Hè, want dat scheelt weer een bed in een opvanglocatie. En dat heeft ons ook doen bewegen om die brief te schrijven. We hebben ook gerefereerd aan de mogelijkheden die COA biedt voor het zelfzorgarrangement of het logeerarrangement. Ja, en dat hebben jullie geschreven aan de leiding in Apeldoorn? Aan de leiding in Apeldoorn, ja de locatiemanager hier in Apeldoorn. Hè, want daar, de jongens vallen onder zijn verantwoordelijkheid. Ja. En we zijn eigenlijk al zover dat we een huurwoning hebben gevonden. En dat we de mogelijkheden, eigenlijk gebruikmakend van de mogelijkheden die COA biedt, een plan hebben om die jongens met z'n vijven in een huurwoning onder te brengen. En ja, we staan klaar om ze daar volledig in te begeleiden. Het kan niet anders dat toegejuicht wordt. Ja, dat was ook onze verwachting. Ja. Maar niet? Nee, niet. Dat leek heel erg goed gegaan tot deze week. We hebben de brief gestuurd. We hebben ook de bevestiging gekregen, ook van de locatiemanager hier in Apeldoorn, dat hij daarin zou meewerken. Dat was ook als gevolg van het bericht vanuit Rijswijk en Ter Apel. Die hebben ook gezegd, Apeldoorn gaat het regelen voor die jongens. Ja, want Rijswijk is het hoofdkantoor van het COA en Ter Apel is de eerste opvangplek, de hoofdopvangplek eigenlijk. Hè? Precies, ja. Ja. Dus wie hebben die opdracht gegeven? Vanuit Ter Apel zijn die jongens ook uiteindelijk in Apeldoorn terechtgekomen. Ja.
Nou, en het COA heeft gezegd, Apeldoorn gaat dat regelen. Dus wij wisten niet beter als dat had geregeld gingen worden. De vraag was alleen, wanneer komt de bevestiging daarvan? Maar die kwam niet. Ja. En wanneer heeft u gehoord dat ze overgeplaatst gingen worden? Afgelopen maandag kregen de jongens opeens een formulier voor zich van maak je morgenochtend klaar voor transport. Of woensdagochtend klaar voor transport. En ja, via de app hebben ze ons geïnformeerd. Zijn we er meteen toegereden, want ja, de spanning was hoog. Dit was niet de afspraak. Ja. En toen heb je toen bij de locatiemanager aangeklopt? Ja, we hebben hem gebeld. We hebben hem geschreven, hem geappt. We hebben ze op alle mogelijke manieren proberen te bereiken. Hij is alleen deze week op wintersport. Juist op het moment dat dit transport, dat deze ontmanteling van het kamp plaatsvindt. Dus we konden hem niet bereiken. Ja, dus je kon nergens aankloppen? Gelukkig bij COA Rijswijk. We hebben daar gelukkig hele goede contacten. En die hebben gezegd, ja, dit kan niet de bedoeling zijn. Ja. Ja, maar het verliep moeizaam, dus het contact. Was dat altijd al zo? Het lijkt contact alsof met Apeldoorn. Eigenlijk was het contact redelijk goed. Alleen we zijn dit is een opeenstapeling van incidenten. En wat we deze week hebben gezien is eigenlijk wel gradatie erger als wat we eerder hebben meegemaakt. Vluchtelingen hebben van een week 2 tot 3 uur in de kou gestaan voordat ze de bus in konden. Ja. Een van de jongens die heeft zijn dagkaart niet gekregen om naar de advocaat te gaan. De jongens hebben geen lunchpakket meegekregen. Dus ja, wij begrijpen eigenlijk niet van waar deze verandering op dit moment. Ja, het probleem is dat we de locatiemanager niet kunnen bereiken. Ja, ja. We hebben vandaag nog even geprobeerd om het COA in Apeldoorn te bereiken. Mm-hmm. Ze wouden niet telefonisch reageren, maar ze zeiden wel tegen ons van we hebben 60.000 vluchtelingen in Nederland en we kunnen niet voor iedereen opvang in de omgeving regelen als een paar burgers daarom vragen. We zullen nooit een toezegging doen om asielzoekers in de omgeving op te vangen. Ja, nou, wij hebben gelukkig wel die toezegging. En niet 1 keer, maar zelfs 2 keer. En ook vanuit het COA Rijswijk. Ja. En ik snap het ook. Ik heb begrip voor de moeilijke situatie. Ja, want het zijn 60.000 vluchtelingen. Ja. Ik snap ook wel dat als er een burger een briefje schrijft, je kan niet overal aan toegeven. Het COA staat echt voor een enorme uitdaging. En daar hebben we echt respect voor. Alleen, wij denken ook dat de locatiemanagers in staat zijn, dat is ook bevestigd, dat al op het moment dat er een overplaatsing is, dat ze een hand kunnen hebben in waar worden die mensen geplaatst. Ja. En als hij die hand niet had gehad, dan had hij dat ook niet bevestigd aan ons. Ja. En een tweede goede reden daarvoor is, het betreft hier 5 christenen, die we graag ook op een veilige plek willen hebben. Ja. En eerder zijn er spanningen geweest tussen de moslims en de paar christenen in het kamp. Ja. U heeft dus gewoon nog weer geprobeerd op het moment dat het bekend werd om dat aan te kaarten bij de locatiemanager en ook nog naar Rijswijk. Maar hij heeft dus niet heel veel kunnen regelen. Nee. We hebben op dit moment Marco Vos aan de telefoon van Stichting Gaven. Ook u heeft zich bemoeid met de zaak, heb ik begrepen. U heeft contact gehad met het hoofdkantoor in Rijswijk. Wat is er uit dat overleg gekomen? Ja, goedemiddag. Wat is uitgekomen is nog niet, ook niet heel concreet. Ik heb via onze kanalen inderdaad de casus ook voorgelegd. En daarmee zegt onze contactpersoon inderdaad... sorry, deze week ben ik een beetje druk. Maar volgende week ga ik echt even uitzoeken van inderdaad hoe zit dat hier. En wij doen dat ook niet voor iedereen. Hè. Het gaat ook in dit geval vanuit Gaven. We hebben ook contacten met het COA als het gaat om christenen in AZC's. We hebben vaak het geluid naar buiten gebracht. Hè, dat het gevaarlijk of in ieder geval onveilig kan zijn of kan voelen. En daarom vinden we het belangrijk dat het initiatief wat hier in Apeldoorn wordt genomen, dat er op zijn minst heel serieus naar gekeken is en daar eerlijk een afweging is gemaakt. We hebben het verhaal gehoord vanuit Apeldoorn. Dan krijg je toch het gevoel dat hier ergens iets misgaat. Die toezegging is er ook wel van. Dat willen ze dan vanuit onze kanalen ook gaan bekijken volgende week. Maar, ja. En hoopt u dat het dan teruggedraaid wordt? Nou, wat ik hoop is wel zeg maar dat wat deze kerk doet. Die zegt, wij hebben hier 5 mensen en die willen wij graag dicht bij ons een plek bieden. Wij hopen heel graag dat het COA zeg maar dit signaal gewoon oppakt en dit mogelijk maakt. En binnen de grenzen en binnen de mogelijkheden. Maar dat er meegedacht wordt om hier tot een oplossing te komen. En dat zou moeten kunnen, maar goed, het COA is een groot orgaan. En vindt het wel ingewikkeld, dit soort vragen vanuit de samenleving. Ja. Hoort u dit soort verhalen vaker vanuit de samenleving, vanuit de kerken? Nou, we hebben een ander voorbeeld. We maken het mee dat, net zoals in Apeldoorn, natuurlijk mensen worden gedoopt en in een netwerk zitten. En dan gaan ze opnieuw soms naar de IND voor een nieuwe aanvraag, omdat ze christen zijn geworden. En dan vervolgens worden ze geplaatst in de AZC 100 kilometer verderop.
Ja. Nou, dat frustreert ons dan ook heel erg. En in de praktijk lukt het ons maar heel weinig om nog mensen dichterbij geplaatst te krijgen. Dat is echt een probleem. Zeg maar. Ja. Het lijkt erbij of de integratie tegengewerkt wordt. Ja, het systeem, zeg maar, hoe het systeem is ingericht, staat dan wel boven dat individu, zeg maar, die inderdaad goed aan het integreren is en een goed netwerk heeft. Dus in die zin zou je dat kunnen zeggen. Ja, ja. Goed, heel erg bedankt even voor uw toelichting. En we hopen dat u ook nog zich kan inzetten voor deze 5 mannen, zodat ze weer in ieder geval weer in een goed contact kunnen gaan komen weer met deze vriendengroep. Dankjewel. Ja, er wordt dus actie ondernomen. Ja, dat is heel goed nieuws. Dat is goed nieuws. Ja. Maar ja, toezeggingen worden er nog steeds niet gedaan, hè? Nee. Ja, die zijn eigenlijk al geweest. Nee, ja. Het frustreert, lijkt me. Ja, ja. Nou, ik heb er goede hoop op dat het goed komt. Ja. Het is ergens jammer dat de landelijke publiciteit dat de trigger moest zijn. Ja. Want ik denk dat ten diepste COA ook het belang van de vluchtelingen voorop heeft staan. Ja. En een goede begeleiding die helpt daar enorm om ze uiteindelijk goed te laten integreren. Ja. Ja. Maar dat is een diepste verlangen, maar het is natuurlijk ook een enorme taak. We hadden het er net ook al over om 60.000 vluchtelingen te herbergen. Ja. Ja, daar komt dan ook een stukje bureaucratie bij kijken, lijkt me wel. Ja, ja, dat klopt. Enerzijds wel. Aan de andere kant, COA is degene geweest die de zelfzorgarrangementen en de logeerregelingen zelf ook in het leven heeft geroepen. Ja. Dus daarmee laat COA ook zien dat ze openstaan voor allerlei alternatieve oplossingen om vluchtelingen niet een bed in een opvanglocatie te laten gebruiken, maar dat er vanuit initiatieven zoals onze vriendengroep, dat de vluchtelingen een eigen onderkomen krijgen. Maar dat wordt dan vanuit Rijswijk, vanuit het hoofdkantoor van het COA wordt dat geregeld. Maar hier zo in Apeldoorn is dus nu de ervaring dat dat dan niet nageleefd wordt of niet uitgevoerd wordt. Ja, daar lijkt dat inderdaad op. En dus hoe gaan kan we dat dan? Dat weet ik niet. Daar heb ik geen antwoord op. Ja. Ja, want het enige wat wij kunnen doen is zeggen, wij willen graag gebruik maken van de mogelijkheden die COA biedt. Wie is ons aanspreekpunt? Dat is hier de locatiemanager. Ja. Dan richten we ons tot de locatiemanager. Ja. Ja. Dit soort initiatieven, dat gebeurt meer in Nederland. We horen verhalen, we horen net ook al van Marco Vos, dit soort verhalen, dat er mensen gedoopt worden, dat soort dingen. Wat kan een gewone burger doen voor deze mensen? Hoe kom je in contact? Eigenlijk is dat heel eenvoudig. Als je naar een COA-locatie gaat en je meldt je daar met je identiteitsbewijs, dan mag je in het kamp op. Wat wij hebben gezien, want we zijn in Apeldoorn vorig jaar gestart met die Meet and Eat acties, hè, waarbij vluchtelingen op bezoek gingen bij bewoners. Daar zijn ontzettend veel en heel veel leuke contacten uit ontstaan, echt vriendschappen, die nog steeds duren. Ja, want dit is een groepje van 5, maar er zijn ook een grote groep Syriërs waarvoor datzelfde geldt. Ja. Die hebben intensief contact hier met mensen in Apeldoorn. Maar goed, mensen kunnen dus eigenlijk gewoon contact hebben met vluchtelingen en ze verwelkomen thuis. Ja. Ja, gewoon heel makkelijk aankloppen. Ja. En het is ook mooi, want de nood is hoog. Als je op het kamp loopt en je loopt er rond, je ziet dat die jongens eigenlijk heel de dag zitten te niksen. Soms hoog opgeleide jongens die gewoon eigenlijk zitten te wachten, maandenlang te wachten. Dan vinden ze het geweldig om even eruit te zijn en even een onderdeel te zijn van een gezin. Snappen die jongens trouwens, die zijn dus nu overgeplaatst, een deel naar Os. Snappen die jongens dat zij overgeplaatst worden? Snappen zij wat er nu allemaal gebeurt? Ja, we houden ze goed op de hoogte. En ze worden natuurlijk ook vanuit COA geïnformeerd van nou, dit gebeurt nu. Ik kreeg net een appje van een van de jongens die zegt, het is een prachtig kamp, want we zitten nu in een gebouw, niet meer in een tent. Ja. Dus er gebeuren een hoop mooie dingen. Ze begrijpen wel degelijk wat er gebeurt. Ze kijken heel erg uit naar het moment waarop ze met z'n vijven in een huurwoning komen. Kunnen hierin. Want de groep wordt dus ook nog gesplitst, hè? Want er zitten dus nu 3 in Os. Ja. En de andere 2 is nog niet bekend. Ja, 4 zitten er nu in Os. Of 4, ja. Ja, en Majid die wacht nog op antwoord. Ja. Eigenlijk weten we alleen maar dat het kamp sluit aanstaande vrijdag. Ik kreeg net te horen dat het misschien maandag pas sluit. En hij is nog in afwachting van waar gaan ze hem straks onderbrengen. En jullie als vriendengroep, hoe gaat het contact nu verder? Nou ja, we hebben gewoon elk uur contact over de app. Ja. Maar gaan jullie nog langs? Ja, ik ben voornemens om morgen erheen te gaan en ze op te halen voor het weekend. En dan komen ze gewoon logeren? Dan komen ze logeren. Kijk, geweldig. Ja. Ik hoop dat het een oplossing gaat komen voor deze jongens. En dat ze gewoon hier in de buurt
kunnen gaan komen. Ja, we hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt. Kijk, goed. Heel veel zegen nog in het contact ook. Prima. Bedankt. U heel erg bedankt voor het kijken. Dit was Uitgericht voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Tot dan.